moet er af. Wat goed! Oh, wat lekker! Oh, wat lekker! Hey, vandaag is het echt mega mooi weer en komende vrijdag heb ik mijn sip and paint party. Dus wijn drinken en verven. En dat zag ik namelijk op TikTok. Ik zal die TikToks ook even hieronder linken. Alleen het leuke aan deze TikToks was dat ze in plaats van normaal een schilderij verven, gingen ze bloempotjes verven. Dus ik dacht, dat ga ik ook doen. En we zijn in totaal dan met z'n vieren. Dus ik ga nu even naar de Action en naar het tuincentrum. Om te kijken of ze daar alle spullen hebben. Dus de verf en kwasten en dat soort dingetjes. En dan hoop ik dat ik vandaag alles kan halen. En anders heb ik woensdag ook nog wel eventjes tijd. Maar dat ga ik nu doen. Oké, ik ben niet helemaal geslaagd. Ik was naar de Action gegaan en toen was ik doorgefietst naar het tuinland. Maar het is zondag en blijkbaar is het tuinland tot 5 uur open. En niet tot 6 uur zoals ik in mijn hoofd had. Maar ik heb wel wat dingen gehaald. We zijn dus met z'n viertjes. Dus als eerste heb ik 4 van deze dingetjes gehaald. Van die paletdingetjes. Dat iedereen gewoon zijn eigen heeft. Daarnaast heb ik kwasten gehaald. Gewoon van die standaard dingetjes. En ik dacht, ik haal er 2, dat is wel zo handig. Verder heb ik deze gehaald. Dus dat zijn allemaal van die kleurtjes. Ik had eerst een andere en er zat wat meer in. Ook wat meer kleurtjes. Alleen daar misten er 2 van en er was geen andere. En ik dacht, nou, dit moet ook genoeg zijn. We zijn maar met z'n vieren. Dus dat lijkt me dat het goed moet komen. En als laatste heb ik deze gehaald. Dat zijn gewoon ook weer 4 van die bordjes. Ik dacht, dat is vet leuk, want ik wil dus van die bloempotjes halen. Die moet ik dus van de week nog even halen. En dan bloemzaadjes. En dan kunnen we zo'n bordje erin doen. Dus dat lijkt me heel leuk. De rest ga ik lekker woensdag halen, want dan heb ik pas weer tijd. Oké, vandaag was de tuinland wel open. Dus ik heb de laatste dingetjes gehaald. Ook ben ik nog even naar de hobbywinkel geweest om het andere dingetje te halen. Dus daar zal ik even mee beginnen. Als eerste heb ik namelijk deze gehaald. Dat is zo'n spray. Dus als ik dan... Als we allemaal al geverfd hebben, dan kan deze eroverheen en dan blijft het ook zitten. En ik heb ook deze krijtpen gehaald. Met het idee van, ik heb dus die bordjes gehaald. Kom je me helpen? Hier kijken. Met het idee dat ik dus op die bordjes even de namen van mijn vriendinnen en van mezelf kan schrijven. En dan kunnen ze daar uiteindelijk ook de naam van de bloem op schrijven. En daarna ben ik naar de tuinland geweest. En daar heb ik voor iedereen bloemetjes gehaald. En ik heb het een beetje uitgezocht op de kleurtjes die bij iedereen vond passen. Dus iedereen heeft andere soort bloemetjes. En ik heb dus potjes gehaald. Deze. Dus die kunnen we dan mooi verven. Die waren ook echt super goedkoop. Dus dat is helemaal leuk. Oké, het is de tijd. Dus ik ga nu de laatste stukjes klaarleggen. Eigenlijk een beetje de tafel dekken. Dus dat ga ik nu doen. Oké, ik heb dus alle potjes geseald. Dit is die van mij met allemaal hartjes. Deze met allemaal bloemetjes. En deze ook met allemaal bloemetjes en plantjes. Echt super schattig. Eentje heb ik nog niet geseald, want die was van mijn huisgenootje. Want die was nog niet klaar. Dus ik dacht, nou, dan laat ik dat nog even zitten. Maar ik vond het wel leuk om de plantenpotjes even in te pakken. Die van mezelf ga ik niet inpakken. Maar die van de andere 2 wel. Want naar eentje ga ik vanavond toe. Dus dan kan ik die leuk geven. En de andere zie ik binnenkort ook wel weer. Dus dan geef ik die dan.
Hier zijn ze dus deze. En ik heb een beetje de kleurtjes aangepast bij de bloemetjes die ze hebben gekregen. En deze. Helemaal schattig. Alright, wij gaan zo naar Kingsland. En hier is even de fit check. Very nice. Dus let's go. Zaterdagavond om 9:15.
verdwaal, maar als ik om een gevoel vertrouw, dan woon ik bij jou. Als de nacht in de band valt, er is niks dat me tegenhoudt. Want ik voel de zwaartekracht naar jou. Zweef om je heen als een astronaut. Ik zag je staan en ik dacht vanavond ga ik mee met jou. Want je slaapt. Want ik was verkocht.